De 48-jarige Frans B. uit Roosendaal ontkent dat hij de pyromaan is die de afgelopen weken tientallen auto's in brand heeft gestoken in de grensstreek. Dat zegt zijn advocaatmeester Henk van Asselt, die zijn cliënt vanmorgen heeft gesproken. Vrachtwagenchauffeur B. werd woensdag in Rukven aangehouden. Kort daarvoor zagen agenten hem in Zundert, toen daar een bestelauto in vlammen opging. En dan die andere zaak, namelijk de schietpartij van afgelopen zaterdag in Roosendaal. Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagavond in Sprundel de voortvluchtige verdachte aangehouden van de moertaanslag in Café de Mbali in Rozendaal. Het gaat om een 29-jarige man uit Sprundel. De politie verdenkt hem ervan dat hij heeft geschoten op een 38-jarige cafébezoeker uit Sint-Willebroort. Het slachtoffer werd door zeven kogels geraakt, maar overleefde de aanslag. Zijn toestand is stabiel. Het zou gaan om een wraakactie.